39 jaar lang stond hij voor de klas op het Bisschop Bekkers in Woensel. Maar vandaag nam Bart Derks, de docent van de humor en de lach, dan toch echt afscheid. Hij gaat met pensioen. Ja, maar hier. Even, hij is er alleen. Nou, het is niet goed. Goed zo. En allemaal even de tassen van de bank natuurlijk. En zo beginnen we altijd in de klas. Dat is mijn plan. Hè? En dan ga ik natuurlijk eerst zeggen dat ik, dat ik het een heel erg grote eer en genoegen vind om waarschijnlijk toch echt mijn laatste minuten in het voortgezet onderwijs aan jullie te mogen schenken. Vandaag de laatste les na 37 jaar Lyceum Bisschop Bekkers. Dat is een markant moment met een beetje weemoed, maar ook met heel veel plezier over alles wat ik de afgelopen jaren mee mogen maken met de leerlingen. Ik ben eigenlijk helemaal niet een echte grappenmaker, maar ik vind wel dat humor in de klas een heel belangrijke rol moet spelen. En dat in het onderwijs alle leraren zich zouden moeten bezinnen op de vraag, hoe kan ik mijn lessen de factor humor daarin goed inbrengen. De leerlingen zullen hun docent gaan missen. En daarom had een groepje uit HAVO 4 iets leuks voor hem georganiseerd. Moet ik kijken? Och jongens, kijk eens, geweldig. Heel erg prachtig. Nou, dit gaat hem ongeveer worden. Nou, fantastisch. Ik moet zeggen, ja. Hij is wel iemand die zeg maar altijd lacht. En je kan er wel altijd bij hem terecht als je iets wil vertellen of zo. Dus dat is wel fijn. Ja, de tijd gaat altijd snel, dus dat is goed teken. Ga je missen? Ja, heel erg. Ja. Hij probeert zijn lessen wel zo leuk mogelijk te maken. Het is wel heel schattig om te zien. Wie zijn vervanger wordt is nog niet duidelijk. Maar daar hoeft Derk zelf ook niet over na te denken. Hij heeft andere plannen. Ze zeggen altijd genieten van het leven. Maar ik snap dat niet zo goed, want dat heb ik de afgelopen 39 jaar onderwijs ook al gedaan. Dus daar ga ik nu natuurlijk op een andere manier gewoon mee verder. En ik probeer me nog nuttig te maken en dienstbaar voor de samenleving. Want als maatschappijleer probeer ik de leerling altijd uit te leggen dat je niet in eerste instantie moet afvragen wat de maatschappij voor jou kan doen, maar wat jij voor de maatschappij kan doen. En dan komt het allemaal goed. En dan zit de allerlaatste les erop. Er komt nog een afscheid van zijn collega's. Maar de deur van het klaslokaal doet hij voor de laatste keer op slot. Dat was het dan.